Ga je nog even met de char? Hé, hey, bemoeit je ook met alles, maar dat weet ik niet. Ik vraag het ook niet op welke partij je gaat stemmen. Zo, wat doen al die mensen hier? Wat druk zijn? Druk. Met de kerst. Ga je weg? Mensen, wat is het hier druk? Waar komen al die mensen toch vandaan? Ik moet nog een doos kopen om Hester en Paul en de jongens. Oh, en die speelgoedauto nog omruilen. Hoe kan ik nou in hemelsnaam weten dat hij dat ding al had? En het parfum voor mijn moeder, dat mengt vermoord me ter plekke op kerstavond als ik daar niet aan denk. Veel te druk hier, dat gaat toch niet opschieten zo. Al dat klef, bal. Hoi lieverd. Goedenavond. Tuurlijk heb ik de dames geregeld. Een wijntje. Dat is toekomst. Wat moet in orde? Ja, tuurlijk is vanavond. Wat verdomme, man. Zit je ook onder de plakjes gewoon? Mijn vier is tegenwoordig, hè? Maar hé, je zou toch regelen dat ik op de gastenlijst zou komen vandaag? Heb ik helemaal voor niets die outfit gehaald en dergelijke? Dat ga je toch niet menen? Hé, hey, wat ga je doen, man? Hey, aan de slag, vriend. Ik moet ook in de bakkerij komen vanavond. Zo, waarom is het stilte, zeg? Deksels! Wat een kutraling, joh! Hey, calm down, jongeman. Rustig aan, vriend. Hey, mensen, mag ik jullie een verhaal vertellen? Ja, waarover dan? Hé, hey, die flyer toch gezien? Je hebt ons op Facebook gevolgd, toch, Fijn? Over kerst, ons. Hé, hey, Fliff, ik wil ook graag een verhaal vertellen. Doen jullie het goed als ik begin? Ja, meneer. Vooruit dan maar, Captain. Mensen, dat ga ik niet alleen doen, want u wil niet weten wat de mensen tegenwoordig allemaal weghouden. Ik stel u voor aan Tommy. Ik zal hem even aantrekken, zoals dat heet. En dames en heren, Tommy vindt het leuk als die applaus krijgt. Die mensen willen ook lekker naar. Jullie trekken op dit moment gewoon even veel te veel aandacht. Petra, Cliff, Fanny, ik wil jullie graag even aan de kant hebben. Aan die kant graag. Nee, dan! Jan, jij komt straks aan de beurt. Weet je wat, Jan? Zoek jij maar vast een kroontje. Oh nee, oh geen, dan ben je het weer bij je opzetten. Maar goed, zat blijven terug. Had je kroontje nou? Oké, ga het pakken. Nee, gaan ze. En goh, dit is het einde. Ik denk de tekst op dit. En doe het. Tommy, jij en ik gaan het publiek een verhaal vertellen. Maak het een verhaal mee. Oh ja. Stelen, nou, hou nou even je mond. We gaan voorlopig nog even niet zingen. Dat gaan we straks pas doen. Breng die mensen in het publiek nou niet nog verder in verwarring. Volgens mij was die stilte daar wel goed van. Wat een kutraling, joh! Hey, calm down, jongeman. Rustig aan, vriend. Hey, mensen. Mag ik jullie een verhaal vertellen? Ja, waarover dan? Hey, je hebt die flyer toch gezien? Je hebt ons op Facebook gevolgd, toch, Fijn? Over kerst, ons. Nee, hey, Fliff, ik wil ook graag een verhaal vertellen. Doen jullie het goed als ik begin? Ja, meneer. Vooruit dan maar, Captain. Mensen, dat ga ik niet alleen doen, want u wil niet weten wat de mensen tegenwoordig allemaal weghouden. Ik stel u voor aan Tommy. Ik zal hem even aantrekken, zoals dat heet. En dames en heren, Tommy vindt het leuk als die applaus krijgt. Die mensen willen ook lekker naar. Jullie trekken op dit moment gewoon even veel te veel aandacht. Petra, Cliff, Fanny, ik wil jullie graag even aan de kant hebben. Aan die kant graag. Nee, dan! Jan, jij komt straks aan de beurt. Weet je wat, Jan? Zoek jij maar vast een kroontje. Oh nee, oh geen, dan ben je het weer bij je opzetten. Maar goed, zal ik blijven terug gaan. Wat je kroontje nou? Oké, ga het pakken. Nee, gaan ze. En goh, dit is het einde. Ik denk dat je tekst op dit. En doe het. Ik heb het niet. En doe het.
Tommy, jij en ik gaan het publiek een verhaal vertellen. Maak vol verhaal mee. Oh ja. Stille, nou, hou nou even je mond. We gaan voorlopig nog even niet zingen. Dat gaan we straks pas doen. Ik breng die mensen in het publiek nou niet nog verder in verwarring. Volgens mij was die stilte daar wel goed van. Okay. Het verhaal verloopt als volgt. Er was eens een timmerman. Werk voor me. Zo. En een lekker stuk gemaakt voor mijn liefste. Thank you. En onze volijverige timmerman was hard aan het werk voor zijn geliefde, die dan ook heel goed voor hem zorgde. Hey, liefde! Hey, liefste! Ja, ik heb echt honger, man. Zo, ik maak dit wel even af. En ik heb wel tijd voor die sandwich. Dat is goed, dat is goed. Straks gaan we even. Oké. En zo zie je Tommy, ze omhelzen elkaar, vinden elkaar vreselijk lief. Er is nog geen vuiltje aan de hand. Maar dan gebeurt het onmogelijke. Wat dan? Onze timmerman krijgt bezoek van wie? Van zijn buurman? Nee, eigenwijs, niet van zijn buurman, van een engel. Jozef! Wie ben jij? Hoe kom jij binnen, vriend? De alarm doet het niet. Hoe kom jij binnen? Wat kom je doen, vriend? Je hebt een bijzondere vrouw. Wie? Maria? Ja, de vrouw is in verwachting. Het is een bijzondere kind. U krijgt een bijzondere kind. Wat? Ja, je vrouw is in verwachting. En dan moet ik jou gaan geloven? Als ik s'avonds met haar slaap, dan raak ik met geen enkel vinger aan. Maar het is niet... Het is ook niet voor jou. Het is een bijzondere kind. Ben jij soms de vader? Nee. Hey, wie denk je dat je bent? Ik hoor je wel, maar nu mijn huis uit oprotte. Nog genoeg van. Jezus, joh. Wow. Maria zwanger? Zo, die engel had die ook snel zijn huis uitgezonden. Sorry, de deur uitgegooid. Maar kun je er iets bij voorstellen, Tom? Dan komt zomaar een engel je huis binnen, die komt jou vertellen dat je geliefde in verwachting is. Maar het kindje is niet van jou. Ja, maar Peter, hoe kan dat dan? Ze hadden elkaar toch niet aangeraakt? Ja. Maar dan wordt er op hetzelfde moment wel van je gevraagd om achter je geliefde te blijven staan. Hey! Kerststuk. Lieve, kom je dan? Hey, hou je mond! Jo! Nou? Nou, wat? Van wie ben jij zwanger? Ja, maar geloof hoor, want het is van boven, het komt van boven. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Jij bent de engel? Ja, boven. En zo, Tommy, ging deze ruzie urenlang verder. Urenlang, Peet. Ja, Tommy, urenlang, zelfs dagenlang, zelfs wekenlang. Zo, dat is lang en dat niet is. Zwanger is, kind niet van. Kunnen we niet eerst even wat anders gaan vertellen? Ja, we gaan eerst even iets anders vertellen en dan komen we straks terug op het verhaal van de timmerman en zijn vrouw. Kom, gaan wij even eentje wandelen. Kom maar. Zo, even nog de tijd nodig voordat ik naar de naast ga. Hé, hey, dat is waar niet volgens mij.
van de vier keus volgens mij. Zo, kijk hoe het met hem gaat. Zo, weten waar ik gered heb, iets wat ik kan doen met volle liefde en passie. Dat wil ik. Maar Peet, ja, toch? Hoe ging het nou verder met onze timmerman en zijn... Hadden die twee trouwens nog steeds ruzie? Nee, dat hadden ze gelukkig bijgelegd. Hou gelukkig maar. En, maar toen ontvingen de mensen bezoek van de keizer. Maar de keizer, Peet, dat is toch de kroeg bij ons op de hoek? Nee, eigenwijs, dat is niet de kroeg bij ons op de hoek. Dat is iemand die het in die tijd voor het in het hele land voor het zeggen had. Oh, jij bedoelt net zo iemand als onze W.A. Ja, net zo iemand als onze Willem-Alexander. Jeugd. Vroeger ging ik altijd naar mijn oma toe als ik honger had en dan bakte ze altijd lekker patat. En als ze dan de patat gebakken had, dan had die geur was lekker en die patat was helemaal geel en lekker voor hem. En zei ik altijd tegen mijn oma: oma, wat heb je toch van die lekkere grote frieten? En ze zegt tegen me: wat zeg je daar? Zeg ik tegen mijn oma: wat heb je toch van die lekkere grote frieten? Die kan toch wel draaien morgen? Ja. Maar nu, en de dagen, ben ik als warmheidskleder geneigd om een andere vaart te tappen. En moet ik u eventjes van ver wissen dat mij ter orde gekomen is. Dat hier in de landen dingen gebeuren die mij niet helemaal vallen. En daarom kan het gebeuren dat het in deze dagen een mevrouw uitging van mij. Ik, keizer Augustus, niet zomaar Augustus, maar super Augustus, het teken staat aan het firmament. En ik veroordeel iedereen terug te keren naar zijn geboorteplaats, om zich daar te laten registreren, zodat voor mij en mijn meerdere metgezellen duidelijk is wat hier in de landen, hier, daar en overal, zich afspeelt. Ik hoop dat u de naam wil volgen, want zo niet dan zwaarte wat, dan wordt het een beetje zwaarte wat. doe je het niet, keer mij te maken en dat wil je dan een keer dan zie je mijn dag staat, ja? Dan ga ik even lachen. Nou, wat dan? Januari, februari. Met de scooter? Nee, op die bestond niet. Met de auto dan? Nee, die bestonden in die tijd ook nog niet. Ja, maar stond er bij de NAS dan ook niet de fiets voor die twee? Nee jongen, want bij de NAS bestaat volgens Aad Stolk officieel geen fietsproject, dus dat was ook niet altijd. Dus ik denk dat jij maar gewoon even moet kijken welk voermiddel ze hebben gebruikt. Thank you.
zou ik niet leuk vinden. Ik ben blij dat wij kerst anders gaan vieren, Peet. Ja, ik ook. Kom, gaan wij nog een eentje wandelen. Naar familie wil ik Mali gaan. Met kerst. Fari, wat is er met jou aan de hand? Wat is er? Hoe voel jij je? Al die vragen, al die blikken. Even niet. Nu ook even niet, man. Ik zit liever bij mijn tweede familie, man. Hoe vierde jij kerst vroeger eigenlijk? Vroeger was kerst heel gezellig. Ja? Alle vrienden en familie. Een lange tafel. Gezellig. Eten in overvloed. Dat was gezellig. Nou, is toch bij de NAS toch ook hetzelfde, toch? Dan zit je toch lekker aan tafel met iedereen, lekker te ouwehoeren. Is toch hetzelfde? Is toch anders? Ja, als je geen familie hebt, dan is het toch anders, man. Als je familie hebt, ja, dan zeg je wel wat, man. Misschien ga ik dit zo naar mijn echte familie dit jaar. Lekker mijn nichtjes en mijn neefjes. Zo. Dan kan ik misschien mijn dochter wel weer zien. Die heb ik ook lang niet gezien. Eh? Ja, echte familie, man. Kijk maar wel. Maar ik weet het eigenlijk niet zeker, weet je. Maar het doel van mijn kind is best wel moeilijk. Omdat ik zoveel mensen van de zien ken, weet je. Dus heel misschien ga ik wel naar de NAS, met kerst. Gezellig toch? Ja, toch? Ik ben een Chinese buffet. Want kerst is daar een hoogtepunt, ja, hè? Toch? Zo, net als vroeger, kan je nog herinneren? Nou, de eerste keer kan ik me herinneren, ja. Zo, die aanloop was groot toen dat er kerstcadeautjes waren. Kom je daar aan? Nou, naar een Chinese buffet en dan was het, ging het zo van, hey! Jongeman, die portie is van mij! Hey, afblijven vriend! Hey, hallo! Hey, hallo! Jij bent een doggyback! Hey, hallo! Hij heeft al zijn eten gekregen, mensen! Voor de tweede keer wil je eten, man! Ik ken het toch niet, man! Dit mag jij geen eens eten, man! Jezus, joh! Zoals je kan zien, mensen, zit je toch uiteindelijk lekker te genieten van een Chinees buffet. Met iemand van de zin die je liever zijn hersens in wil rammen. Mag ik sambal? Ja toch, hier deed de tap choy ook. Hey, maar mag ik jouw toetje? Tuurlijk, alsjeblieft, jongen. Ja, top, die vriend. Zo zie je mensen, het blijft toch je tweede familie, hè? Met ons echtpaar in verwachting, zal ik maar zeggen. Die kwamen na die hele lange reis eindelijk aan op de plek van bestemming. Maar het was al heel laat op de avond. Bovendien krijgt die vrouw op dat moment ook nog haar eerste weeën. Auw! Het enige wat ze zoeken is een slaapplek en een warm bed. Maar zelfs dat is al te veel. Gaat het nu van denk dat de benen wel leuk is? Zo, maar het komt eruit uit. Zo. Wil je lekker liggen? In de middle of nowhere. Oké, dan heb je gelijk. Ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga 5 sterren regelen. Zal ik maar doen? Dan ga je lekker een beetje gaan zitten. Nou, kijk maar. Oh, man. Hey, meneer. Kunt u me misschien helpen met mijn hoogzwangere? Ja, is dat mijn probleem? Maar meneer. Ik wil helemaal niks met jullie te maken hebben. Verdwijn! Verdwijn! Ga bij mijn deur vandaan. Weg, weg! Hallo. Eerst even die muziek. Hallo, ja, meneer. Lekker, hè? Hallo, meneer. Kan mevrouw vanavond bij u overnachten? Nee, ik wil niet goed van jou. En wil ook wat moe en trippen. Meneer, hou op met dit! Nee, help ons! Help ons! Nee. Hou op met die smoesjes! Nee, we hebben geen tijd. Hallo meneer, u ziet er heel ontspannen uit. Het lijkt me heel rustig voor mevrouw van vanavond. Het is vanavond. Ik heb het niet nodig.
Kom eens.
dat gaat ook niet goed zo. Weet je wat? Achter mijn huis staat een stal. Ga daar je ding maar doen als ik het ga de stal maar in voordat ik wat gedachten verander. Kerstmis 1969. Het was koud. Extreem koud. Het was ongeveer een jaar voordat ik naar Rotterdam kwam. Ik was toen nog in Amsterdam. En gelooft u het of niet, dames en heren, ik geloofde ook niet toen ik het zag, de buitentemperatuurmeter van een van de twee torens op het Amsterdamse Centraal Station stond op dat moment op -21. Het zal dus zo'n 1,5 meter boven de grond, zo'n min 10 of 12 zijn geweest. En als je dan al de hele dag in dat snert weer hebt rondgelopen, op oude schoenen, want voor nieuwe heb je als dakloos het geld niet, het sneeuwt het over je enkels, dan is je gevoelstemperatuur nog een paar graden lager. En ik moet u zeggen, ik had met, al toen ik dakloos was, ook altijd een beetje dubbel gevoel met Kerstmis. U kent de Nederlander, wij hebben altijd de gordijnen van onze woonkamers openstaan. Je kunt bij iedereen zo naar binnen kijken, maar dat doe je dus dan op dat moment ook. En dan zag ik gevulde kerstkalkoen, kerstpudding, kerstbomen bezaaid met cadeautjes. En naar binnen kijken, dat mocht dan nog wel, maar naar binnen gaan, forget it. En zo liep ik op kerstavond 1996 een beetje te chagrijnen en te mopperen. In de richting van mijn vaste parkbankje om te slapen in het Amsterdamse Vondelpark. Zo'n beetje met de gedachte van als ik dan toch geen gezellige kerst kan vieren, kan ik net zo goed gaan slapen. André Hazes vierde ooit een eenzame kerst in de baaiers en ik toen op een bankje in het park. Wakker gemaakt door Abdel, een asielzoeker uit Marokko, toch? Ik kende hem vanuit de dakloze zitting. Na ons gebruikelijke gedeelde checkje, en dat zal wel weer bugcheck zijn geweest, want de beste jongen zal op dat moment met kerst ook geen stuiver in zijn zak hebben gehad. En nadat we ons gebruikelijke bugcheckje hadden gedeeld, haalde Abdel plotseling een plastic tasje uit zijn jas. Peter, ik heb als moslim niets meer dat ik wist voor jullie. Maar prettig feestdag, vriend. Dankjewel, jongen. En gelooft u bij, dames en heren? Kerstbomen voeren bezaaid met cadeautjes. De kerstkalkoen en kerstpudding. Het zal allemaal best wel. Maar die 1,5 boterham met kaas is de beste kerstmaaltijd die ik ooit heb gehad.
night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Darling, darling, stand by me. Wij zijn echt zo trots met wat we met elkaar hier hebben neergezet.
En nog even belangrijk, er zijn, als het goed is, vandaag twee mensen verdubbeld met een moord bij. En het was natuurlijk niet mogelijk geweest met financiële steun van de gemeente. Dus ik wil ook een warm applaus voor deze mensen. Dames en heren, wat super dat jullie hierbij waren. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ja. Wij in de volgende mensen. We hebben echt zo trots met wat we met elkaar hier hebben neergezet. En nog even belangrijk, er zijn, als het goed is, vandaag twee mensen verdubbeld met een moord bij. En het was natuurlijk niet mogelijk geweest met financiële steun van de gemeente. Dus ik wil ook een warm applaus voor deze mensen. Thank you.
Mevrouw, u hebt de voorstelling meegemaakt. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het prachtig. Zo, mevrouw, u hebt de voorstelling meegemaakt. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het prachtig, heel erg mooi, ontroerend. Kent u een paar mensen die hier spelen? Ja, ik werk zelf bij de NAS als ambulancebegeleider. Okay. En ik ben gekomen om te kijken. Ja, ik ken iedereen eigenlijk van de gasten. Ja, hoe wil je ze acteren? Ja, mooi. Ja. 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 Een hele andere kant kunnen zien van hun allemaal. En heel mooi, ja. Ja? Ja. Dat wou ik net vragen van, heb je ze wel eens meer in zo'n rol gezien? Nee, ik niet. Het is voor mijn eerste keer dat ik alle bezoekers zo meemaakt. Ja, oké. Dus het is heel erg mooi. Hoeveel van de voorstellingen heb jij gezien? Ik heb eentje alleen, dus vandaag deze. Ben ik gekomen. Ja, oké. Ja. 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 Was het naar je zin? Wat zei je? Was het naar je zin? Ja, ik had het niet anders verwacht. Dus ik heb wel vele commentaar al gehoord daarover. En, ja, mooi hoor. Ja. Allemaal goede dingen ook. Ja, alleen maar goede dingen, ja. Alleen maar goede commentaar. En ik heb het met plezier gekeken. Ja. Oké, hartstikke bedankt. Okay. Ja. Was het naar je zin? Wat zei je? Was het naar je zin? Ja, ik had het niet anders verwacht. Dus ik heb wel vele commentaar al gehoord daarover. En, ja, mooi hoor. Ja. Allemaal goede dingen ook. Ja, alleen maar goede dingen, ja. Alleen maar goede commentaar. En ik heb het met plezier gekeken. Ja. Oké, hartstikke bedankt. Okay. Tof man, het is een eer. Goed zo. Het is een Anne. Tof man, het is een eer. Goed zo. Het is een Anne. Zo, we zitten hier met twee van de spelers. Van Jozef en Petra. Ja man. Stel je even voor. Nou, ik wil bij jou beginnen. Mijn naam is Clifford. Ik zit bij de Via Kunst. En ik ben een muzikant. En, hij is een duizendpoot. Een duizendpoot. Multitalented. Je kan me voor alles inzetten. Ja, hoe vond je het om vanavond hier te spelen voor al die mensen? Nou, ik vond het een lifetime experience, weet je, want ik heb echt genoten van het publiek en ik heb ook genoten van de show zelf. Weet je, dus. Ben je zelf ook dak- en thuisloos? Ik ben door het circuit gegaan en uiteindelijk het eindresultaat dat ik uiteindelijk weer in een lekkere zonnige woning zit. Dus het verhaal wat je vertelde was zo goed als waar? Biografisch. Oké. Ja, het zijn fragmenten en flashbacks van wat ik heb meegemaakt uit die dakloosheid. Dus. Oké. Jij heb ik ook een grans rol zien spelen. Hoe vond je het om voor het publiek op te treden? Ik vond het best wel slopend om het publiek te staan. Het is niets voor mij. Nee? Zenuwslopend? Ja, maar het vergt veel energie van je. Het is niet... Maar het is wel leuk om te doen.
Het was ook één dag niet te veel. Is het de eerste keer dat je op het podium staat? Ja, wel een keer toen ik 6 was, 7, maar ja, dat is eeuwen geleden. Mm. Maar het is één keer en nooit meer. Nee. One time life, denk ik. Ook jij bent een ook jij bent een kunstenaar van Via Kus? Ja. Neoplastisch, ben... abstract. Ja, wat? Neoplastisch is abstract kunstenaar. Ja, oké. Nou, overwinning van de waarheid om de bescherming van de gerechtigheid. Ja. En heb je een, ergens een expositie, want nu is zo verteld? Een expositie gehouden. En hij heeft een galerij geopend met zijn schilderij in Den Bosch. Oké. Zo, deze man komt heel ver. Vertel daar eens meer over. Vertel daar eens meer over. Ik hou graag meer van het ondersteunend werk bij Via Kus. Dus het niet organiseren, maar gewoon van het ondersteunend. Gewoon koffie zetten, een schilderij ophangen, paspartoes maken. Paspartoes is lastig. Maar dat bedoel ik. En hij doet het met liefde. Ja, dat is gewoon boodschappen doen, afwassen. Dus ondersteunend, vrijwillig wordt gaan. Ah, ja. Dat moet ook gedaan worden. Ja. Dat is ook net zo belangrijk. Ja. Ja, dat wel. Het is wel een aanwisseling via kunstgebied. Ze hebben een opera en hoe vonden jullie tegenspelers? Nou, ik vond mijn tegenspelers ook vandaag echt goed spelen. Want oefening bij het kunst. En aangezien dit de laatste show was, hebben ze zich volledig kunnen geven. Dat heb ik gezien wel. Oké. En het was natuurlijk ook bijvoorbeeld als je mensen in het publiek zitten, is het ook natuurlijk wel een beetje krampachtig te spelen, omdat je wat meer, ja, iets meer zenuwachtiger bent dan wanneer je dus voor een vreemd publiek speelt. Mm. Dan is er geen publiek eigenlijk, als het ware. Oké. Ja. Nou, je sluit je daarbij aan, ga ik vanuit? Okay. Maar toch heb hij gisteren, ondanks dat, heb hij gisteren toch een hele goede rol gespeeld met zijn hele familie op de front row. Dus petje af voor hem, man. Ja. Man. Nee, maar het kost veel energie, maar het is niet alleen voor dat drie kwartier dat je optreedt. Maar je hele dag is gewoon, ben je aan dit denken. Het is maar een half uur, maar je hele dag ben je gewoon mee bezig. Bezig met jezelf. Dus je moet er naartoe werken en zo. Naartoe werken. Dus het is echt... Focus houden. Het sleurt energie van je af. Als je niet gewend bent, als je niet dicht kan. En als je dus snel afgeleid bent, is het heel moeilijk om die focus te houden, weet je. En dan, voor die drie kwartier heb ik mezelf gewoon moeten opofferen eigenlijk voor de bühne, weet je. Is er voor herhaling vatbaar? Jawel, maar onder andere omstandigheden en een beter artiestenarrangement erbij, weet je. Van dat we, zeg maar, ja, meer erkenning krijgen als artiest, waardoor je dus ook een beter spel kan geven. Okay. Niet dat je tussen het publiek en artiest zijn er heen zweven, maar gewoon dat je het onderscheid hebt van jij bent artiest en de mensen komen om jou te zien, weet je, ongeacht. Voor herhalingsvatbaar dus? Zuiver, ja, zeker. Oké, nog bedankt voor deze interview. Jawel. Niet alleen medewerkers van de NAS, maar ook nog met andere mensen, maar dat geeft verder helemaal niet. Ik wist natuurlijk dat... publiek en artiest zijn er heen zweven, maar gewoon dat je het onderscheid hebt van jij bent artiest en de mensen komen om jou te zien, weet je, ongeacht. Voor herhalingsvatbaar dus? Zuiver, ja, zeker. Oké, nog bedankt voor deze interview. Jawel. Niet alleen medewerkers van de NAS, maar ook nog met andere mensen, maar dat geeft verder helemaal niet. Ik wist natuurlijk dat dit zou gebeuren. Ik heb dit gecombineerd met de kerstborrel voor de Nietwaardiaan Stichting. Dat betekent wel dat ik een ander soort verhaaltje hou als dat ik alleen met medewerkers zou zijn natuurlijk. Maar ik wilde het combineren om... het is toch een heel bijzonder moment geweest de afgelopen dagen. En toch nog iets over de Nietwaardiaan Stichting, ook al zijn er allemaal andere mensen die mogen dat allemaal best weten. Dit was wel een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Ja, jij staat vlakbij me, Peter. En ook alle anderen die gespeeld hebben, ik vond het heel erg bijzonder. En dan kon ik even memoreren van twee belangrijke momenten en iets naar de toekomst. We zijn met de Nietwaardiaan Stichting eigenlijk volop in verandering. En dat moest ook, en dat moet ook. Omdat we ons mee moeten bewegen met de ontwikkelingen die er gaande zijn in de stad. En dat willen wij ook heel graag doen. Maar we willen eigenlijk op één belangrijke voorwaarde meebewegen, is dat we iets kunnen blijven betekenen voor mensen in de meest kwetsbare posities in de stad of hier in de wijk. En dat is best lastig voor ons om dat te kunnen blijven doen en dat heeft te maken met bezuinigingen en noem alles maar op. Maar dat is voor ons wel heel belangrijk, dat we voor die groep echt iets kunnen blijven betekenen. En ik merk als directeur, en ik merk dat ook aan mijn mensen om me heen en andere bestuurders in de stad, dat als je uitsluitend maar bezig blijft met die club,
dan ga je uiteindelijk ga je het gewoon niet redden. En dat is ook de reden waarom wij proberen om zo open mogelijk te zijn naar de omgeving. En mee te doen in alles wat er gaande is. En dat krijgt vorm in die thuishaven op dit moment. En dat wordt voor de toekomst volgend jaar heel erg belangrijk. Dat we ons openstellen en meebewegen in alles wat er gaande is in de stad. Maar dat, voor ons blijft het heel belangrijk dat wij ons dan in dat proces blijven richten op mensen in de meest kwetsbare posities. Want daar ligt ons onderscheidend vermogen. En ja, jullie hebben vandaag eigenlijk een juweeltje gezien van mensen in kwetsbare posities. Die gelukkig een heel stuk steviger zijn geworden de afgelopen jaren. Ik ben heel trots op jullie. En, om even zeg maar, de daad bij het woord te voegen van dat wij de verbinding zoeken met de stad. Dan is het nu voor iedereen vrij drinken. Niet alleen voor medewerkers, maar ook voor mensen die niet bij de NAS werken.